Hallo en welkom bij de spelletleg van Exoplanet. In Exoplanet gaan we landen op een buitenaardse planeet en is het de bedoeling dat we onze beschaving rustig gaan opbouwen en daartoe meewerken. We moeten daarvoor metaal ontginnen en we brengen dit naar de stad. Eerst en vooral hebben we hier de centrale tegel en daar leggen we de stadstegel op. Ik wil er alvast op wijzen dat dit een vierspelerkant geeft en ook een twee- of drie-spelerkant. Als we spelen met twee spelers, dan wordt dit vakje ook genegeerd. Spelen we met drie, dan wordt dit uiteraard meegenomen. We leggen alvast onze grondstoffen hout en energiesteen, als ook de metalen. Let wel op, want deze metalen hebben aan de andere kant een waarde en deze moeten gedekt blijven liggen. We hebben hier verschillende landschapstegels A en B. En als we met vier spelers spelen, worden ze gewoon allemaal gebruikt. Speel je met drie, dan worden er specifiek van de A en de B kant bouwlocaties uit het spel gedaan. Je ziet hier de A, je ziet hier de B. En bouwlocaties. En speel je met twee, dan worden er nog meer uitgenomen, als ook enkele van deze metaalfiches. Als deze goed geschud zijn, dan wordt de A-stapel op de B-stapel geplaatst. En leggen we deze even aan de zijkant. Je kan hier ook nog drie andere soort tegels vinden. Deze hebben zo'n tandwieltje op de achterzijde. En deze worden alvast verbonden met onze stadstegel. Dus op zo'n manier dat er aan die drie zijdes een nieuwe tegel geplaatst wordt. Dit hier is een bosgebied. We veronderstellen dat we met drie spelers spelen. Dus daar komen ook drie houtfiches op te liggen. Hier in het berggebied gaan we onze energiesteen plaatsen. En deze gele krachtveldpion plaatsen we hier op ons zonnepaneel. We hebben twee soorten actiekaarten. De gewone actiekaarten die al geschud zijn. En dan vier startkaarten. Elke speler ontvangt er eentje. En degene die overschieten, die gaan terug in de doos. Elke speler die heeft dan ondertussen waarschijnlijk al een kleur gekozen. Die krijgt een spelersbord in die kleur. Een begrenzer. Die begrenzer wordt op 1-4 geplaatst. En die begrenst eigenlijk het aantal kaarten dat je in je hand mag hebben. Als ook de energie die je kan opstapelen of cumuleren. Dit energiesymbooltje plaatsen we op de 0. We krijgen hier onze koepels. Dat zijn halve bollen. En dan hebben we cilinders die onze verkenners voorstellen. En onze eigen twee zonnepanelen in onze oranje kleur. Er worden dan vier verkenners op de rand van de stad geplaatst. En iedere speler mag dat doen. Iedere speler ontvangt dan ook nog een overzichtskaart. En dan zijn we klaar om het spelletje te beginnen. Een eerste speler wordt gekozen en die is dan onmiddellijk aan de beurt. Elke speler ontvangt in het begin van zijn beurt 5 actiepunten, behalve de startspeler die ontvangt er tijdens zijn eerste beurt slechts 3. Een beurt bestaat altijd uit 3 fases. Eerst en vooral een actiefase, daarna een bouwfase, dan een energiefase, dan is het einde van de beurt en dan is het gewoonweg aan de speler links of in wijzerszin. Wat je allemaal kan doen met deze actiepunten staat hier ook beschreven. Hier heb je de verschillende acties. Het aantal punten dat die kosten. En hier heb je ook acties die gratis zijn. Eerst en vooral de eerste actie die je kan uitvoeren. Dat is een verplaatsing. Bijvoorbeeld, ik ga mijn verkenner van hier naar hier verplaatsen. En dat kost mij 1 actiepunt. Dit is een gewone beweging. Mocht ik een verkenner hier hebben staan en mocht die aan het krachtveld willen ontsnappen, dan kost dit mij 2 actiepunten. Als we ons natuurlijk gaan verplaatsen, gaan we ook nieuwe tegels ontdekken. En deze tegels moeten altijd zo geplaatst worden dat deze grenzen aan 2 reeds ontdekte tegels. Dus ik kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld deze verkenner naar hier te verplaatsen. Hij gaat dan eerst en vooral verkennen.
En die verkenner die wordt hier dan ook op geplaatst. Dus als je bijvoorbeeld een tegel zou verkennen of ontdekken, maar je niet op wil plaatsen, zal die verkenner zich daar toch op moeten plaatsen. In dit geval hebben we een bouwlocatie gevonden en daar kunnen we op dit ogenblik zeer weinig mee doen, want dat is eigenlijk voor de bouwfase. Er zijn ook actiekaarten in het spel en op dit ogenblik mag ik slechts één actiekaart hebben, maar laten we veronderstellen dat ik mijn begrenzer al een beetje heb opgeschoven, dan mag ik er twee in mijn hand hebben. Let wel op, ik heb altijd nog mijn startkaart in de hand en die startkaarten die zijn wel nog een pak krachtiger dan de meeste gewone kaarten. Ik zal deze even terugplaatsen en laten we veronderstellen dat mijn verkenner naar hier gaat. En die zal een energiesteen opnemen, dus hij neemt de energiesteen, legt die erop en gaat dan terug naar de stad. En hij wil die energiesteen ook direct afleveren. Als je een energiesteen aflevert, dat is een gratis actie. Het opnemen van de energiesteen is ook een gratis actie. Dan kan je kiezen, ofwel ga je met die energiesteen één energietje vooruit, ofwel mag je je begrenzer eentje laten opschuiven. En deze energiesteen gaat dan terug naar de algemene voorraad. Je kan ook grondstoffen stelen van elkaar. Laten we veronderstellen dat deze zwarte speler ondertussen een houten fiche heeft opgenomen, of opgepakt, gratis dus. Ik ga ervoor zorgen dat mijn twee verkenners hier komen. En in dat geval mag ik die houtfiche gewoonweg stelen, dus van de ene cilinder naar de andere verplaatsen. De voorwaarde hiervoor is dat er een strikte meerderheid is. Dus als die 1-op-1 zou zijn, kan ik die fiche niet stelen. Stelen is ook een gratis actie. Nog een gratis actie is gewoonweg het spelen van een actiekaart. Je speelt de kaart en die gaat dan op de aflegstapel. Een voorwaarde is dat je de actiekaart niet hebt getrokken deze beurt. Als er dan verder een tegel wordt ontdekt, bijvoorbeeld hier een gebergte, dan worden daar een aantal steenfiches opgelegd of energiesteenfiches, gelijk aan het aantal spelers, dus in dit geval 3 spelers. Maar als we dan nog verder zouden ontdekken, we komen hierbij terecht. Hier gaan we metaal eigenlijk kunnen ontginnen. Dan nemen we hier gedekt 3 metaalfiches. Die leggen we dan neer. En de speler die deze tegel heeft ontdekt, mag alvast naar de waarde van 1 kijken. De waarden gaan van 1 tot 8, dus 2 is vrij mager. Hij zal dan bijvoorbeeld gratis een andere fiche kiezen, want het is met die fiches dat er eigenlijk punten gescoord worden op het einde van het spel. Als deze verkenner erin slaagt om terug naar de stadstegel te gaan, moet gij ook energie afgeven om die metaalfiche eigenlijk te mogen deponeren. Hij heeft al met 3 spelers 2 energie nodig, daarna 2, 3 enzovoort. Dus laten we veronderstellen dat ik 3 energie heb verworven op een of andere manier. Dan zal ik mijn verkenner en die metaalfiche op die 2 waarden leggen en zal ik daarvoor dan 2 energie betalen. Wanneer hier de 6e plaats of de plaats met de waarde 6 is opgevuld, dan eindigt ook het spel. Wanneer een speler ervoor kiest om een metaalfiche af te leveren op die manier, beëindigt hij ook zijn beurt. Als je bijvoorbeeld 5 actiepunten hebt en dat is dan al je eerste gratis actie, dan vervallen je 5 actiepunten, dus wees ook slim wanneer je die metaalfiches gaat afleggen. Wanneer een andere verkenner hier op deze tegel staat met de andere metaalfiches, kan hij ook 1 actiepunt spenderen om te kijken naar de waarde van die metaalfiche. Ziezo, we zitten nu al wat verder in het spel en de actiefase is net afgelopen. Dan gaan we over naar de bouwfase. Wat kunnen we doen in de bouwfase? Uiteraard bouwen en we kunnen dat enkel doen op bouwlocaties. Die bouwlocaties zijn aangegeven door die cirkels die hier staan. Je hebt tegels met 1 bouwlocatie, je hebt tegels met 2 bouwlocaties. Als je bijvoorbeeld een zwarte speler bent, dan kan je daar een koepel op bouwen. Wat is de voorwaarde? Dat je een houtje hebt en dat je daar ook met 2 verkenners staat. Dus in dit geval kon die koepel nog niet gebouwd worden. Verkenner komt erbij en er wordt een koepel gebouwd. Natuurlijk, deze grondstof gaat terug naar de algemene voorraad. En wat wint de zwarte speler hierbij?
Wel, hij wint daarbij een extra verkenner. Doorheen het spel zal je verschillende verkenners kwijtraken door die in de stad te plaatsen. Dus je hebt ook nieuwe verkenners nodig om acties uit te voeren. In dit geval heb ik mijn twee verkenners daar staan. Ik heb een hout en een energiesteen. Ik ga ervoor kiezen om de energiesteen op te offeren en daarmee kan ik een zonnepaneel plaatsen. Let wel op, als ik een zonnepaneel plaats, dan kan daar niets anders meer komen. Als daar al bijvoorbeeld een koepel zou staan, dan kan ik daar geen zonnepaneel plaatsen. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat er op één tegel twee koepels staan van twee verschillende spelers. Maar dus als mijn zonnepaneel wordt geplaatst, is eigenlijk de bouwgrond weg. Metaalfiche die gaat ook in de algemene voorraad. En zo kunnen we dan verder bouwen. Het is toegestaan om meerdere bouwwerken in één bouwfase te maken. Dus bijvoorbeeld als de zwarte speler hier goed stond, kon hij een zonnepaneel maken en een koepel, eventueel in dezelfde beurt. Na de bouwfase is het tijd voor de energiefase. Dus dan gaan we ervoor zorgen dat we hier meer energie krijgen. Dus als een speler minstens één verkenner op een eigen zonnepaneel heeft, zoals de oranje speler, dan krijgt hij één energie. Een andere speler die kan ook energie krijgen op het zonnepaneel van een andere speler, maar die moet er dan minstens twee hebben staan. En hier op het neutrale zonnepaneel krijg je enkel energie als je de meerderheid hebt. Dus oranje en wit zouden hier één energie krijgen en zwart niet. Dus let op, het is geen strikte meerderheid, het kan ook gelijk zijn. Na de energiefase is het dan de beurt aan de volgende speler. Waar heb ik nog niets over gezegd, of toch zeer weinig over gezegd, dat is hier het krachtveld. Het krachtveld is een beperking voor de spelers. Het zorgt ervoor dat je op die tegel niet kan bouwen. Een zonnepaneel levert geen energie. Je kan ook niet verkennen. En je kan ook, als die bijvoorbeeld hier staat, geen metaal onderzoeken. Als een verkenner op een tegel staat met het krachtveld, dan kost het hem 2 actiepunten om er van heen te gaan. Maar als een speler er naartoe gaat, kost het slechts 1 actiepunt, dus zoals normaal, en mag die kiezen waar het krachtveld staat. Bijvoorbeeld als ik de witte speler ben en ik ga hier naar het gebergte, zal het logisch zijn dat ik mijn beperkingen hier laat gelden. Het spel eindigt, zoals daarnet gezegd, wanneer een verkenner hier de laatste metaalfiche opplaatst en dan worden de punten geteld. Dus de verkenners met een metaaltje erop die gaan terug naar de spelers. Alle punten worden opgeteld. Op sommige van deze kaarten staan ook punten vermeld, dus deze worden daarbij opgeteld. En elk bouwwerk dat gemaakt is, telt ook nog als een extra punt. De speler die de meeste punten heeft, die wint uiteraard het spel. Bij een gelijk spel wint de speler die nog de meeste energie heeft. En is dat gelijkstand, dan wint de speler die de meeste verkenners heeft staan. Als het daarna nog gelijkstand is, dan wordt de overwinning gedeeld. Ziezo, dit was de speluitleg van Exoplanet. Als je deze soort filmpjes graag bekijkt, vergeet dan niet om je te abonneren of om een like te geven aan deze video. Bedankt om te kijken. We'll be right back.